Roelof Luijgen, een mooi clubje, hè, RKVV. Ja, het was vandaag heel leuk gewoon en veel toeschouwers zijn erop afgekomen. Dus voor zo'n club is dat geweldig en ja, de uitslag ook verrassend 2-2. 2-2 en ja, als je de wedstrijd zo nodig zou, hoe ging dat in het veld? Nou, ik vond ADO wat tegenvallen. Je hebt bij Vlagen, dan waren ze beter. Maar ook sommigen lieten ze behoorlijke steken vallen. En RKVV heeft goed gespeeld. Oké. Je eigen carrière in ogenschouw nemend. Op dit moment fluit je nog steeds actief. Met name in de topklasse volgens mij. Ja, topklasse en hoofdklasse zaterdag. Maar ik doe ook veel jubileumwedstrijden. En ik fluit ook voor district West 1. Tweede klas tot en met vijfde klas. Ik ben een liefhebber. En ik voel mezelf niet te veel om ook zo'n lager niveau te fluiten. Ik vind het gewoon nog steeds leuk om te doen. Jij vermaakt je overal, hè? Ja, ik probeer altijd 100% inzet. Ik vind het ook leuk om bij clubs te komen waar ik nog nooit geweest ben. En het is leuk om alles mee te maken, hè? Zullen we binnen een biertje gaan halen? Ja, dat is wel beter, want daar hoor ik wel dat het gezellig is daar. En wij gaan daarheen, Roelof. Heel goed. Oké, dankjewel. Graag gedaan, hoor.